Goedemiddag, dames. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Wat is jouw positie? Links buiten. Wat is je chocoladebeen? Links. Hoeveel goals scoor jij gemiddeld per seizoen? Alleen bij Barcelona, dit seizoen. Rond de 15. Wauw. Hoe oud was je toen je dacht ik ga prof worden? Hoe oud? Nou, ik was wel 5. Toen ik dat zei tegen mijn ouders, maar het kon nog niet echt. Maar toen ik het echt geloofde, was ik 12. Hoeveel interlands heb je achter je naam staan? Volgens mij 102. Eigenlijk heeft zij geen introductie nodig. Maar dames en heren, dit is Nieke Martens! Wow! Leuk. Hoe bereid jij jezelf mentaal voor op een wedstrijd? Ik probeer eigenlijk heel relaxed altijd een wedstrijd in te gaan. Want hoeveel meer spanning ik meeneem, hoe minder goed het gaat bij mij op het veld. Dus ik probeer heel relaxed te zijn in een warming-up. En wel een beetje spanning te voelen natuurlijk. Ik moet niet doen alsof ik net ergens naartoe ga en niks belangrijks ga doen. Maar ik moet heel relaxed voelen. Dan gaat het vaak het beste bij mij. Heb je een bepaalde ritueel? Eerst even die rechter schoen aan, dan die linker schoen. Nee, het is gek. Ik heb helemaal niks. Ik heb alleen tijdens het EK steeds dezelfde sport-BH gedragen. En dat was het enige. Dus misschien tijdens het WK, als het weer goed blijft gaan, kan ik misschien weer dezelfde gaan dragen. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel, omdat ik best wel vergeetachtig ben. Dus als ik dan op het veld sta en denk van shit, ik heb een ritueel vergeten of zo, ja, dan gaat het misschien helemaal niet goed. Dus ik denk, ben er nooit mee begonnen, omdat het gewoon niet werkt, denk ik. Maar. Wat is jouw ideale warming-up? Rustig. Gewoon relaxed. Vooral afwerken. Die feeling krijgen ook, zeg maar, dat die bal erin gaat. Positiespel vind ik ook wel fijn, kort en fel eventjes. En voor de rest in het begin gewoon lekker rustig warm worden. Lekker getraind? Top. Hey, is toch heerlijk hier, ja, zo. Ik bedoel, in front of het stadion van Johan Cruijff, hè, dat ze hier hebben benoemd. Bijna klaar. En er speelt ook een of andere kleine jongen ergens. Daarachter zit hij te trainen af en toe. Hoe heet hij ook alweer? Die kleine. Dat was Messi. Messi, ja. Hoeveel volgers heb je nou op Instagram? Iets van 860 of zo. Ja, het is niet dat ik echt elke dag kijk hoeveel ik krijg. En voor de duidelijkheid, niet 860, maar 860.000. Ja. Had je dat ooit verwacht, dat zoveel mensen jou gaan volgen? Nee. Ja, gelukkig vinden ze het leuk. Ik probeer ze een beetje een kijkje van mijn leven te geven. Maar leuk dat ze me volgen. Ja, en ergens van binnen denk ik, ja, wacht eens even. Ik ben bijna bij de miljoen. Dus iedereen die aan het kijken is, even volgen op Instagram. Lieke Martens. Ja. Hoeveel mensen gaan er kijken naar de wedstrijden van jullie op het WK, denk je? Met tv en alles erbij? Of? Laten we beginnen in het stadion. Hoeveel? In het stadion. Volgens mij zijn er best wel veel kaartjes al verkocht. Ik hoop dat gewoon het stadion, of in ieder geval zoveel kaartjes dat wij kunnen krijgen vanuit Nederland, voor Nederland, dat die er gewoon allemaal, dat die allemaal in het stadion zitten. Dat hoop ik. Maar ik weet niet hoe groot alle stadions zijn precies. Maar laten we zeggen 5.000-6.000 zou wel leuk zijn. Moet meer. Nog meer? 10.000? Ja. 15.000? Dit is de veiling, ze slaan hem hier op. Aantal kijkers op tv?
Ja, ik denk dat er best wel veel mensen gaan kijken. Ik denk zeker over de hele wereld dat het gewoon echt een groot toernooi is. Voor het eerst denk ik echt dat een WK aantrekkelijk is voor mensen om te kijken. We gaan even wat doen met de bal. De vrije trap, super belangrijk. 3 pogingen om en om schieten. Ja, ze zijn wel omgegooid. Zo lang zijn de vrouwen niet, hoor. Ja. Jawel, okay. Dit zijn vrouwen op hakken. Oké. Okay. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen? Steen, papier, schaar. Knip, zeg maar. Begin maar. Oh, ik had gewonnen. Oh, maar je wilde ik begin? Zeg, ja. Ja, ik begin wel. Zeg maar, zeg maar. Nee, ik begin wel. Jij wint, jij zegt helemaal, zeg maar. Oké. Tout le monde, tout le monde. Hij heeft 2 keer gescoord. Ik heb 1 keer gescoord, 1 keer gemist. Ik was vergeten te zeggen, verliezen krijgt een piek op de oor. No mercy. Met de nadruk op no mercy. Oké. Okay. Oh, fijn dit. Oh. Ook fijn dit. Ik maak hem voor je vrij. Ik maak hem voor je vrij. Nee, maar zet maar omhoog. Nee joh, dat dit is toch niet eerlijk? It's part of the deal, ja. Oké, okay, part of the deal. Bonjour. Psi, comme ça. Kijk, weet je wat het is? Het maakt niet uit hoe je wint, als je maar wint. Ja. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. Categorie. Waar sta je? Wat doe je? Even, bij het Nederlands elftal. Jullie krijgen een vrije trap in scoringspositie. Waar sta je? Wat doe je? Ja, vaak is de vrije trap voor Sherida. Sherida spitsen. Maar ik heb hem wel een keer opgeëist tijdens het EK. Tegen Zweden. Ja, die lag echt, echt een paar centimeter van de 16 meter af. Dus ik dacht, die is voor mij. En die ging er per ongeluk in? En die ging er per ongeluk in. Maar nee, Sherida heeft natuurlijk een hele goede trap. Ik mag hem af en toe wel nemen, hoor. Maar ik sta dan vaak eigenlijk voor hier rechts eigenlijk. Als hij dan daar genomen wordt, rechts. Zodat ik voor de tweede bal, als hij terugkomt van de keeper of de paal. Dat ik hem dan nog misschien binnen kan tikken of zo. Laatste minuut. Lieke Martens krijgt de bal. Hey, jammer, ze scoort de winnende. Wat doe je? Wat doe ik? Ik denk dat ik naar de bank ren. Ik denk gewoon voor het team. Dat ik helemaal door het dolle heen ben. En ja, met z'n allen vieren. Gewoon springen op iedereen. Ja, ik heb ook niet zo'n heel goede goal celebration. Dus laat ik het maar gewoon met z'n allen vieren. Heb jij geen eigen celebration? Nee, ik ben echt heel slecht erin. Ik doe altijd maar wat. Gewoon in het moment. Ik doe gewoon heel saai. Vaak gewoon high five. Ik heb gewoon niks. Op zich wel fijn. Gewoon een oprechte, het is niet van tevoren ingestudeerd. Nee. Gewoon wat er, dus jij kan ook, gewoon als het een hele belangrijke goal is, kan je helemaal para worden. Ja, dat kan. Ja? Ja. Maar laten we hopen dat het gaat gebeuren op het WK. Haren los, helemaal gek. Ja, dat zal ik gewoon een hele stiekje uit. Ja, misschien. Een bijzonder moment. Een heel apart moment in de wedstrijd. Jullie krijgen een penalty. Waar sta je? Wat doe je? Ja, ik ben tweede op het lijstje. Sherida weer voor mij. Geen probleem. Daar gaan we zo meteen wat aan doen, hoor. Okay. Komt goed. Ja, okay. En waar sta je dan? Voor de bal misschien als hij terugkomt. Dus zo probeer dezelfde stappen te maken als Sherida en mee te lopen. Als er nou één land is waarvan je denkt, die wil ik eigenlijk pas in de finale tegenkomen. Welk land kies je dan? Oh. Ik zou wel leuk vinden om een finale te spelen tegen Amerika. Ja, gewoon, dat is altijd topfavoriet. Dit jaar ook weer. Alleen denk ik gewoon dat het nu wel lastig voor ze gaat worden. Omdat er gewoon veel meer goede landen zijn. We waren verenigd als de Staten, maar nu staan we tegenover elkaar. We gaan penalties nemen, om en om. Okay. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen en de verliezer krijgt een piek op de oor. Steen, papier, schaar. Knip. Oh. Ik ga beginnen. Jij mag rustig gaan staan daar. Okay. Kalma. Zonder keeper? Jawel, ja. Oh, ik moet gaan staan? Ja, natuurlijk. Oh, ja. God. Ik zal er wel 3 achter elkaar nemen, ja? Oh. Oui, c'est moi. Ben je een goede keeper? Eerlijk? Nee. Kijk maar, zo. Oh, jezus, dat is nog slechter.
Hey, doe jij... Hey, doe jij even normaal? 2-2? Ja, om en om. Om en om. Wow. Trouwens, even voor de duidelijkheid. Gewoon missen is klaar, hè? Missen is klaar. Niet aan gelijkmakende nee. beurt en dat soort dingen. Zeker, ik wil het nog even nemen, anders. Ik maak echt... Serieus? Ja. Kom, dat vind ik eerlijk. Nee, heeft ieder... We gaan het wel. Wel echt heel dichtbij. Comment ça va? Ça va? 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 Comment ça va? Aujourd'hui? Mevrouw Martens, ik ben echt oprecht benieuwd naar jouw top 3 voorbeelden. Laten we beginnen met nummer 3. Nummer 3. Oh, even kijken hoor. Nu actief of van vroeger? Jij mag kiezen. Actief, okay. Niet actief. Ronaldinho. Nummer 2. Ronaldo. Nummer 1. Messi. Ja, waarom dan Messi? Omdat hij gewoon echt... fantastisch is. Ik denk dat er niemand anders is zoals hem op de wereld. Ja, Lieke, ik ben toch echt oprecht benieuwd of jij wel je kalmte kan bewaren. Hoge bomen vangen veel wind. Ik ga zo meteen de bal zo naast jou loppen. Mm-hmm. En kijken of jij gaat knipperen met je ogen, ja of nee. Hoi. En andersom. Oké. Ja. Wil je beginnen? Ik ga wel staan. Ja? Ja, ik ga beginnen. Oké. Lieke, hoe hard heb jij moeten vechten om international te worden? Heel hard. Als meisje droom je er uiteindelijk van. En je ziet al wat voorbeelden dan. Maar je moet er gewoon heel hard voor werken. Elke dag trainen. En hoe trots ben jij dat je international bent? Ja, ik denk dat dat een van de mooiste is wat je kan bereiken als voetballer. Uitkomen voor je eigen land. Dus ik ben super trots. Lieke, wie wordt de beste speelster van het WK? God. Ik hoop iemand van ons. Dat we het goed gaan doen en dat er iemand van ons uitgekozen wordt. Maakt me niet uit wie. Ik wil een naam horen, Lieke. Kom op. God. Danielle. Wie wordt topscorster van het WK? Vivianne. Ik noem gewoon alles van hoed op. Ja, ik weet niet. Ik denk dat er wel heel veel speelsters zijn die veel doelpunten gaan maken. Maar Viv is wel echt een goaltjesdief. Wie wordt er wereldkampioen? Daar doe ik echt geen uitspraak over. Daar weet ik echt niet. Dat vind ik echt lastig. Die andere meiden wel gedaan? Ja. Echt? Ja. Ik hoop ons. Maar het is een droom om wereldkampioen te worden. Lieke, Nederland wordt wereldkampioen. Waar? In Frankrijk. Was getekend Soufiane Touzani namens Lieke Martens. We zitten op een legendarische locatie en je kan deze bal winnen. Heel simpel, hoe doe je dat? Laat gewoon weten in de comments waarom jij deze bal verdient. Nog één keertje zo, tik.
Hoi, deze kan van jou zijn. Als je naar achter kijkt, zie je opeens 4 gaten, hè? Hoe is dat? Ja. Kijk, het is heel simpel. Je krijgt 3 pogingen om en om schieten. Schiet je door je eigen hoofd, heb je 100 punten. Schiet je door een van die gaten beneden, 50 punten. Schiet je door mijn hoofd, of ik door jouw hoofd. Finito! Okay. Hasta la vista, yes? Ja. Steen, papier, schaar, wie er mag beginnen? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Jij mag kiezen. Ik begin deze keer. Yes. Oh! Rechts beneden, met een kleine stuitertje. En oh! Ah, as you wait. Ja, dit is gewoon om en om schieten. Als je hem er doorheen schiet, maakt niet uit waar. Okay. Heeft diegene gelijk gewonnen. Shit. Niet te veel lachen, gewoon die piek op de oor en dan is kalma. Je scoort een hat-trick. Ik weet wel wie topscorer gaat worden. Laatste, legendarische woorden aan iedereen die aan het kijken is, zijn voor jou. Het zijn voor mij. Si. Nou, allemaal, leuk dat jullie ons altijd al supporteren. En ik hoop jullie ook allemaal weer te zien in Frankrijk. We hebben de steun heel hard nodig en dan gaan we weer een mooi feest van maken met z'n allen. Dus kom allemaal. Van deze kant. Gooi even een flesje. Bonjour. Comment ça va? Goedemiddag, dames. Dat was het dan weer. Dames en heren, tot een volgende keer.